geen idee waarom mijn vader moeite heeft met homoseksualiteit. Hetgene wat hij ervan weet, zeg maar, is dan dus inderdaad de drugs, de HIV, de mannen van 50 die met jongetjes van 16 doen. Hij vindt het denk ik een raar plaatje als hij twee mannen naast elkaar op de bank ziet zitten, waarvan één zijn zoon, die elkaar een kus geven of die met de handen op elkaars been zitten bijvoorbeeld. Dat was ook nooit goed, zeg maar. Als ik dat deed met mijn vriend bij mijn ouders thuis op de bank, dan zat mijn moeder al zo te kijken van, niet doen. Ik vind het vervelend om twee mannen bezig te zien met elkaar. Kussen of elkaar vastpakken, ja, dat vind ik vervelend.